Sinds, ja, kerstvakantie 2020 heb ik er weer een heel wat gesigneerde boeken bij gekregen. Nou ja, bijgekocht. Het komt voornamelijk door de uitgeverij Dutch Venture Publishing. Ik heb er hun aardig wat boeken gekocht. Als eerste Orakel. Ik had de schrijver een paar jaar geleden al ontmoet, Thomas Alderheuvel. En nou kwam die bij ons in de boekhandel. Zonder publiek, maar hij heeft wel een boek van mij gesigneerd. Het zit je. Het zal je overspoelen uit de diepte. Behouden vaart, Thomas. Voor Tamara. Dan heb ik Dem Horny. Met. Vriendin heeft degene die voor mij het beste van toepassing was. Een hot boek voor een nog hotte mens. En dan door beide vrouwen gesigneerd. Mijn allerlaatste aanwinst, degene die ik ook net uit heb, Valse Getuigen van Karen Slaughter. Haar heb ik ook een paar jaar geleden ontmoet en ja, deze is ja, gesigneerd door haar. Dan het, deze had ik in de kerstvakantie gekocht. Was toen met de adventskalender van ja, ik weet niet meer welke het was. Fatima, Steen, Urdy, Liefs, Emmy. En met haar boeken liggen erbij. Die erg leuk is. Dan een boek die ik via Etsy heb gekocht. Lieve Tamara, heel veel leesplezier, Esmee. Dit is deel 2 van de serie. Deze kon ik pre-orderen via de Dutch Venture Press Publishing. En met een gesigneerde boekpleet erin. Erg leuke serie trouwens. Hoop dat ze met meer delen uitkomen. En dit is een complete serie. Dit is allemaal met zo eentje, dus deel 4. Deel 3. Deel 2. En deel 1. En bij deel 1 zaten ook een boeken leggen en nog wat kaarten in. En die heb ik ook allemaal via Dutch Venture Publishing gekocht. Erg leuke serie, zeker een aanrader. Maar dat was het. Aardig wat voor een half jaar.